Brand voormalig Flora Holland Rijnsburg waarschijnlijk aangestoken. 7 jaar cel geëist tegen Zwarte Piet overvaller. En vreemde tegels in Zoetermeer. Dit is het TV West Nieuws van dinsdag 7 augustus. Dag dames en heren. De brand afgelopen weekend in de voormalige veiling van Flora Holland in Rijnsburg is waarschijnlijk aangestoken. Dat zegt de loco-burgemeester. Het vuur legde de oude veiling al dit weekend volledig in de as. Het is niet de eerste brand in een leegstaande hal in de Bollestreek. De branden zijn het gesprek van de dag. Valkenburg, Voorhout, Rijnsburg, Katwijk, Lisse, Hillegom. In al deze plaatsen was het de afgelopen maanden raak. Diverse oude loodsen en bollenschuren gingen in vlammen op. Afgelopen weekend was wederom de beurt aan Rijnsburg. De vierde brand in een paar maanden tijd. Dit keer moest er worden uitgerukt voor een brand in de voormalige bloemenveiling Flora. En het begint ook de inwoners van Rijnsburg op te vallen dat er wel erg vaak brand uitbreekt in de directe omgeving. Het is wel heel frappant dat er iedere keer weer lege panden en dat er plotseling ineens brand is. Ik denk dat het nu de 6e, 7e keer is dat er iets in brand staat. Valt je op? In 2, 3 maanden. Ja, iedereen denkt dat er wel een beetje opzet in het spel is. Je zou kunnen zeggen toeval. Je denkt toch aan brandstichting. Er staat zoveel leeg in Rijnsburg en misschien hier of daar toch geld tekort met huizen die niet verkocht worden. En dan misschien op zo'n manier goedkoop ervan afkomen, ik weet het niet. Ik heb dan zondag ook gehoord van illegalen die er overal in zitten. Ik heb er wel mensen over horen praten op verjaardagen of avondjes als je bij elkaar bent. Dat mensen zich toch wel een beetje zorgen maken, zich afvragen of het misschien een pyromaan zou zijn. Maar daarin is de gemeente Katwijk, waar Rijnsburg onder valt, heel resoluut. Er is geen sprake van een pyromaan. De politie bevestigt ons dat er absoluut geen sprake is van verbanden tussen de branden. In één geval is de brand aangestoken, mensen zijn gepakt. En in andere gevallen heeft de brand een technische oorzaak gehad. En kan je dus niet spreken van dat de brand aangestoken is. Hoewel er flink wordt gespeculeerd in Rijnsburg, zijn de mensen niet heel erg ongerust. Zolang het bij de leegstaande panden blijft, maak ik me niet echt zorgen. Het zijn wel panden die allemaal naar de haaien moeten, dus wat dat betreft. Alleen asbest, dat is het probleem. En dat realiseert de gemeente zich ook, vandaar dat ze zoveel mogelijk leegstaande panden in de gaten wil houden. Wat kunnen we daaraan doen, dat als er eventueel brand uitbreekt, in ieder geval omwonenden daar geen last van hebben door middel van asbest of zo. Maar dat lost het brandenmysterie nog niet op. Het is wel vreemd en blijft vreemd. Tegen een man die vorig jaar december verkleed als Zwarte Piet in Leiden een gewapende overval op een pakketbezorger zou hebben gepleegd, is 7 jaar cel geëist. In januari sloeg de man, opnieuw verkleed als Zwarte Piet, nog eens toe, maar dan in Bodegraven. Verslaggever Annie Enthoven, jij was vandaag bij de behandeling van die zaak. Hij ook, niet verkleed als Zwarte Piet overigens. Wat zei de verdachte eigenlijk van die overvallen? Die man die bekende, hij heeft alles bekend. De overval in Leiden heeft hij bekend, de overval in Bodegraven heeft hij bekend. Hij heeft ook bekend dat hij nog voorbereidingen trof voor een andere overval. Zijn ex-vriendin zat ook in de rechtszaal. Tegen haar is 3 jaar cel geëist. Zij zou betrokken zijn bij de overval in Leiden, al ontkent zij alles. En ook de hoofdverdachte die ontkent dat zij iets te maken heeft met de overvallen. Zij zeggen, zij wist er niks van, is misschien een beetje naïef geweest, heeft geen vragen gesteld. Maar wist helemaal van niks, heeft er niets mee te maken. De overvallen zouden wel door 2 personen zijn gepleegd. Maar dat zou iemand zijn waarvan deze man dus de naam niet wil noemen. De rechter noemde hem steeds meneer X. Uit angst voor represailles wil de man niet zeggen met wie hij dit heeft gedaan. Nee, beide verkleed als Zwarte Piet. Beide verkleed als Zwarte Piet. En dus onherkenbaar. Ja goed, nu is er 7 jaar cel geëist tegen de man, 3 jaar tegen de vrouw. Dat is best flink. Ja, dat zijn zware straffen. Justitie zei daarbij, de overvallen hebben een grote impact gehad. Het gebeurde midden op de dag, op een drukke zaterdag, vlak voor pakjesavond. Veel mensen hebben het gezien. De bestuurders van de bestelbusjes, die waren daar erg van onder de indruk. Zijn met een pistool bedreigd, vandaar zware straffen. Ja, goed. Dankjewel, Aniek. Ondernemers rond de Beeklaan voelen zich weer een stuk veiliger. Dat zegt de voorzitter van de winkeliersvereniging Beeklaan. Na de dodelijke roofoverval op de Haagse juwelier Stratman in april van dit jaar ontstond er een angstgevoel bij ondernemers in deze Haagse buurt. Bij de schietpartij op 25 april van dit jaar werd juwelier Stratman bij een mislukte roofoverval doodgeschoten. Dat leidde tot flink wat onrust onder andere ondernemers die zich niet meer veilig voelden in hun winkel.
Daarom besloot de gemeente in samenspraak met de ondernemers maatregelen te nemen. We hebben nu dus twee teams lopen van beveiligingsbeambten door de straat heen die het contact houden met de ondernemers. Er is voorlichting gegeven aan de ondernemers hoe om te gaan met eventuele overvallen. En er is voorlichting gegeven op het gebied van hoe kunnen ze hun winkel nog iets veiliger maken als dat ze al hebben. Wat we nog moeten gaan doen, dat is afroomkluisjes gaan plaatsen in de winkels. En eventueel overleggen of er eventueel camera's opgehangen kunnen worden, zodat we kunnen meekijken van wat er in de straat gebeurt. Volgens de winkeliersvereniging Beeklaan is als gevolg van de maatregelen het angstgevoel bij ondernemers afgenomen. Met die maatregelen en wat tussen ondernemers en gemeente genomen zijn, geeft het toch extra rust aan ondernemers. Ja, ik vind dat het heel goed is. Dan gaat het een stuk rustiger met de jongeren die steeds rondhangen. Het is wel een goede idee dat eigenlijk dat we steeds veiliger hier rondlopen, dat minder problemen komen. En morgen dan moeten de overvallers van Julius Stratman voor het eerst voor de rechter verschijnen. Straks vreemde tegels in Zoetermeer. De 41-jarige Hagenaar die dit weekend in coma is geslagen blijkt een politieagent te zijn. De man wilde in zijn vrije tijd iets te eten halen bij een snackcar op de Loonsduinse Kade in Den Haag. Daar kreeg hij ruzie met een andere klant waarna hij werd geslagen. Hij raakte in coma en ligt nog op de intensive care van het ziekenhuis. Een 28-jarige Hagenaar is opgepakt. Leidschendam-Voorburg maakt officieel bezwaar tegen de verhoging van de maximumsnelheid op de Utrechtse baan. Daar mag sinds één maand in de richting van het Prins Klausplein 100 worden gereden in plaats van 80. Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg zeggen dat de luchtvervuiling nu erg toeneemt. De gemeente dient het bezwaar in bij de minister. De vissterfte vorige week in een sloot in Moerkapelle komt waarschijnlijk door acuut zuurstofgebrek. Dat zegt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard na onderzoek. In één weekend gingen meer dan 100 vissen dood. Door regen zat er minder zuurstof in de sloot. En ook speelde mee dat de vissen zwommen in een doodlopend stuk ringvaart. Mysterieuze kunsttegeltjes in Zoetermeer. De afgelopen maanden doken er steeds meer op. En niemand weet waar ze vandaan komen, wie ze maakt en wie ze ophangt. Nou, is het een PR-stunt? Is het kunst? Niemand weet het. Ze vallen niet meteen op, de kleine tegeltjes. Ze hangen op de meest vreemde plaatsen. In Zoetermeer. Het zijn er al 200 en ze hebben allemaal dezelfde soort afbeelding. En niemand weet waar ze vandaan komen. Geen idee. Ik ben het in ieder geval niet, nee. De vraag is dan natuurlijk wel, vinden we dit oké? Okay? Dat is in ieder geval beter dan de graffiti, moet ik zeggen. Dat siert wel de muren. Ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vind het ook zo'n leuk idee van degene die dat doet. Maar het zijn niet alleen tegeltjes. In het centrum van Zoetermeer heeft de mysterieuze kunstenaar gekozen voor een ander object. Oh god, het is een telefoon, dat is geen tegel. Ik vind het helemaal geweldig, maar het hangt te hoog, dus ik zie het niet. Dus dan moet het een beetje naar beneden en dan heb ik de humor er wel van. Wat heeft het te betekenen? Dat weet niemand. Nou, dus ik ook niet. Ja, ik vind hem geweldig. Okay. Ja, goed zo. Een mysterie hoeft wat u betreft niet opgelost te worden dus? Nee, het zou wel leuk zijn, want ik ben wel erg nieuwsgierig. Maar nee, misschien hoeft dat wel niet. Nou, deze mevrouw is enthousiast over telefoons en tegeltjes aan de muur. De gemeente Zoetermeer weet nog niet wat ze met de tegeltjes aan moeten. Voorlopig mogen ze blijven hangen, maar het zou kunnen dat daar anders over wordt besloten tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. Lex Schoenmaker is aan de beterende hand. De oud-speler en trainer van ADO Den Haag kreeg een maand geleden een hartinfarct. Na een flinke operatie komt hij er weer helemaal bovenop. Nou, ik heb zoveel reacties gehoord dat het eigenlijk zo leuk van diversiteit van natuurlijk de supporters, van familieleden, van heel veel vrienden en kennissen en mensen uit de voetballerij en er rondomheen. Dus wat dat betreft kent ze weergaan niet. Wat is de toekomst nu voor u? U wordt deze maand 65. Nou, ik ga gewoon door zoals ik bij ADO begonnen ben met werkzaamheden. En wat dat betreft is er ook geen belemmering. Alleen ik moet gewoon nu even de tijd nemen om het met een mooi woord het hart te laten genezen. U wordt 65. Ja, maar dat worden veel mensen tegenwoordig. En dat is te hopen dat het...
in deze hoedanigheid is en blijft. Want dat is het allerbelangrijkste. Kijk, je wordt 65, maar je hoeft het niet te zijn. Dan gaan we naar het weer, samengesteld door Meteo Consult. Ja, het was vooral een wisselvallige dag. Dat zie je ook aan deze prachtige wolkenlucht. Vanmorgen stevige buien, maar gelukkig klaarde het vanmiddag nog een beetje op. Dat leverde dus schitterende plaatjes op. Temperatuur kwam uit zo rond de 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 15. Morgen dan wordt het best een aardige dag met wel wat wolken, maar zeker ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en een aangename 20 graden staat ons te wachten. Tot zover het TV West Nieuws. Voor dit moment meer is te vinden op omroepwest.nl en natuurlijk ook op 89.3 Radio West. Straks hier op TV West op mijn stoep. Jongeren en ouderen maken daarin kennis met elkaar door een dag samen met elkaar op te trekken. En wij zijn er morgenochtend weer met het TV West Nieuws vanaf 7 uur. En op de radio beginnen we zelfs al een uurtje eerder. Graag tot dan. Ik wens u een hele mooie avond.